Dit is het kastje van Sinterklaas. Hier kan je nog tot vanavond 8 uur cadeautjes komen ruilen. In Groningen wordt dit al 8 jaar gedaan. En dit jaar staat het kastje in de wijk De Hunze aan de Bijlmerweg 1024. Het ruilen van de cadeautjes werkt heel gemakkelijk. Jij neemt iets van wat je thuis nog hebt, wat je niet meer gebruikt of wat dan ook. Dat pak je in een papiertje. Je stopt het in het kastje en dan mag je een ander cadeautje weer meenemen. Voor wat voor mensen is het bedoeld? Voor iedereen. Dus voor jong en oud, het maakt niet uit. Als jij het leuk vindt om een cadeautje te gaan ruilen, mag je naar het kastje toe gaan. En dat mensen blijven komen en gaan met cadeautjes. Dus dat is heel grappig. U zei net tegen mij dat dit kastje iets anders is dan vorig jaar. Wat is er dan anders aan? Nou, hij is verhuisd. En wij doen het niet meer met z'n tweeën, maar met z'n vieren. En twee daarvan die hebben dit kastje dus gebouwd. Of gebouwd. Het is wel een bestaand kastje, maar meer versierd. Met een strik erop en met neonkleuren. En dus 's avonds is die ook een beetje verlicht. Het is altijd een verrassing wat voor een cadeautje je pakt. In het kastje van Sinterklaas worden veel verschillende soorten cadeaus gestopt. Sleutelkastje, soms handdoekjes, wel eens een biermok, poppetjes, cd's. Ooit is er een keer een horloge uitgekomen. En wat is nou het raarste wat u ooit bent tegengekomen? Het raarste? Jeetje. We hebben een föhn hebben we ook wel eens gehad trouwens. Maar ook een poppetje met gebreide kleertjes. Dat je wow. Maar we hebben het ontzettend veel lol om wat eruit komt. Maar je weet het echt niet.